Goedemorgen, goedemiddag of goede avond. Hier komt een kleine uitleg om het gemiddelde van een bepaald aantal getallen uit te rekenen. Je ziet hier links een kolommetje met allerlei getallen boven elkaar. 5, 6, 7, 8 en 9. Rechts zie je diezelfde getallen, maar dan door elkaar. Stel je voor, dit zijn de cijfers die je gehaald hebt voor een vak zoals rekenen. Je hebt een keer een 5 gehaald, een 6, een 7, een 8 en een 9. Je zou kunnen zeggen, het gaat steeds beter. Ja? Maar wat nu als je het gemiddelde cijfer wilt uitrekenen van getallen als ze door elkaar staan? Dan wordt het al heel wat moeilijker. In het woordje gemiddelde, daar zit het woordje midden in verscholen. Nou is het hier links heel makkelijk aanwijzen wat het midden is van deze laag met getallen. Van 5 tot en met 9, het midden, kan ik heel makkelijk aanwijzen door dit getal te selecteren. Want dit is letterlijk het midden. Rechts wordt het al een stuk moeilijker. Daar is wel een midden aan te wijzen, maar dan is het qua hoogte van getallen klopt het niet meer. Om het gemiddelde uit te rekenen, spreken we daarom af. We tellen eerst alle getallen bij elkaar op. Dat doen we hier. Streep eronder. Gaan we de som uitrekenen. 6 plus 7 is 13. Plus 8 is 21. Plus 9 is 30. Plus 5 is 35. Hoeveel getallen hebben we eigenlijk? Hoeveel cijfers hebben we gehaald? We hebben 1, 2, 3, 4, 5 keer een cijfer gehaald. Dus het gemiddelde van 5 cijfers zou dan moeten zijn 35 gedeeld door 5 is weer een 7. En het bewijs zie je links, want het midden van de cijfers als ze van laag naar hoog zouden staan onder elkaar is inderdaad een 7. Als ze door elkaar staan blijft het inderdaad een 7. De conclusie van dit verhaal is, als je het gemiddelde wilt uitrekenen van een aantal getallen, tel je ze eerst bij elkaar op. Dat noemen wij de som van de getallen. En dat deel je door het aantal getallen. Dus we krijgen de som gedeeld door het aantal getallen wat je hebt opgeteld. Dat is het gemiddelde. Succes met het bijhouden van jouw cijfers. Ik hoop dat je het filmpje heel leuk vond. Tot de volgende keer.